jullie zijn. Wat leuks meegemaakt? Ja. Jij wel. Oh ja. Mooi. Mijn naam is Martijn Aslander. Dat is Niels Roemer. En we hebben eigenlijk dezelfde hobby. Klooien. Dingen uitproberen. Dingen in beweging zetten. Dingen doen waarvan je echt denkt van... Waar moet je daar nou weer mee? Nou ja, leek me wel leuk. En af en toe is het maatschappelijk relevant. We proberen dingen verder te brengen. Dit hebben we niet voorbereid. Dat is namelijk heel handig. We bereiden eigenlijk zelden iets voor bij Permanent Bertha. Want als je dingen gaat voorbereiden, doe je aannames over wat je gaat doen. Misschien komen jullie met heel andere verwachtingen, dus ga je sowieso al nat. En als je bij Permanent Bertha gaat bedenken dat je fouten mag maken, dat alles mis mag gaan. Nou, waarvoor zou je dan druk om maken? Ga je spelenderwijs dingen leren. Dus worst case, zijn jullie binnen 3 minuten allemaal vertrokken. Maar ik denk dat het wel echt. Dus we gaan even klooien en jammen, een beetje voorgesproken. Wat misschien leuk is, dat jij wat vertelt, dat we even ook aan ze gaan vragen wat ze eigenlijk komen doen. Want ze komen ook ergens anders naartoe. Blijkbaar waren ze dat niet van plan. Want ze zijn nu hier. Laten we daar dan mee beginnen. Wat komen jullie doen? Klooien. Leren klooien, hoe doe je dat? Check. Zijn er specifieke dingen waar je deze 3 kwartier echt nieuwsgierig naar bent? Dat je denkt, nou daar wil ik wel echt antwoord op hebben. Nou. Hoe verbind je mensen aan elkaar? Oké, daar ga ik zeker wat over vertellen. Ductape. Ja, ductape is belangrijk, maar er zijn nog meer dingen die kunnen helpen. Ja, Mike? Wat was jullie lightbulb moment? Onze? Lightbulb moment, zo van, hey, vet, het werkt zo. Wanneer hebben we ontdekt dat het werkt? Oh, er zijn heel veel van. Ik ook, werk er wel een paar, nu noemen we het leuk. Lightbulb moment? Ik ga opschrijven. Oké, dus hoe verbind je mensen? Lightbulb moment. Oh ja, ik moet van de cameraman zeggen dat zodra wij voorbij deze lijn komen, dat zijn we af. We zijn er nu af. Maar dat telt niet, dat wist ik toen niet. Dat was misschien nog wel buurtvrij voor life. Dat weet ik, ben buurtvrij voor het hele leven, dus ik kan niet af. Jij ook volgens mij, hè? Ik ben er wel. Ik ben ook niet af. Okay. Ik neem nooit mee, dus ik kun niet af. Oké. Okay. Andere vragen waarvan je denkt, daar ben ik nieuwsgierig naar? Heb je focus nodig om te kunnen klooien? Heb je focus nodig om te kunnen klooien? Oké, okay, leuk. Ik heb de neiging om gelijk een antwoord te geven, maar we gaan eerst maar even verzamelen, ja? Hoe verdien je geld ermee? Oké. Okay. Niet. Gaan we ook even. Dat is een van de redenen waarom we hier vandaag staan. Omdat we daar met elkaar over aan het stoeien waren. Nog meer dingen nieuwsgierig zijn, ja? Hoe laat je duurzame impact achter? En ik was alweer af, hoor. Oké. Hoe laat je duurzame impact achter? Jij kan dat ook teruglezen wat je opschrijft? Ja, dat niet. Ik doe geen braille, dus. Hoe ga je om met weerstand? Hoe ga je om met weerstand? Ik weet het ook. Mag sneller, hoor. Dat is wel leuk als uitdaging. Wie van jullie is eigenlijk nog nieuwsgierig naar de... Ja, er zijn hier iets wat jullie blijkbaar permanent beta noemen. Nou, leuk voor je, maar het is gewoon een kamer verkopen. Want dat is hoezo permanent beta? Zijn er nog mensen die vraag hebben? Ja, precies. Oké, okay, hoezo en hoe werkt dit? Nou, hoezo en hoe werkt dit? Ja. Dat is misschien wel aardig om daarmee te beginnen. Hoezo eigenlijk? Ja. Nou, nog meer? Nee, nou, dan... Ja, je moet nou alleen nog maar slim te vragen. Wat zou kunnen gebeuren? Niks. Nou, niks is wel weinig. Goed, samen. Permanent beta. Wat leuk is, want dit komt natuurlijk ergens vandaan, de permanent beta. En dat zijn wij niet, hè. Dat zijn ook Peter en Henk. Eigenlijk zijn jullie dat allemaal, moet ik jullie eerst van overtuigen. Maar. Misschien is het leuk dat je even wat vertelt over de waarmakerij. Want dat is voor mij wel een basis geweest om deze stap te gaan maken. Met eigenlijk zoals Seeds to Meet en een paar andere dingen in mijn hoofd samen gisteren zijn toe. Ja, oké. Okay. Zijn er mensen die kennen de waarmakerij? Nee. Oké. Ga ik water voor je zoeken. Nou, super. Een paar jaar geleden hebben Martijn, Olga Plokker, Van Ekoert en ik een heel raar idee gehad. We dachten, als je nou alle gave mensen en alle gave netwerken en toegang en dingen die er zijn verbindt en richt op sociaal relevante vragen, wat zou er dan gebeuren? Nou, dat wisten we niet, dus gingen we het proberen. We hadden iets, deden het op onderwijs, voeding, duurzaamheid, versimpelen, werk en nog eentje. Weet ik het niet meer uit mijn hoofd. Dat heette 7 Days of Inspiration. En daar hadden we een paar spelregels voor gemaakt. De spelregels waren, als je niet op je bek durft te gaan, mag je niet meedoen. En dat is als je het hebt over fouten mogen maken, dat is wel een belangrijke. Ik heb zelf een tijdje een adviesbureau gehad. En ik kwam erachter hoeveel tijd mensen spenderen aan het camoufleren van hun fouten. Of anderen de schuld geven. Of anderen de schuld geven.
Want dat is binnen een organisatie soms slim om te doen. Dat is goed voor je carrière als je weinig fouten maakt. Maar als ze die tijd vrijmaken, heb je gewoon uren over. Dus als je niet op je bek durft te gaan, mag je niet meedoen. Dat was de eerste spelregel. En de tweede was, er mag geen geld in omgaan. En daar gingen we mee klooien. En in Nijmegen, er zijn uiteindelijk 137 projecten door Nederland geweest. Maar in Nijmegen hadden we dus een zaaltje nodig waar we dan in konden vergaderen. En ik wist toevallig dat er heel veel leeg staat in Nederland. Heel veel. Dus per dak, hè, dus 7 miljoen vierkante meter op dit moment, 18.000 daklozen. Dus per dakloze 388 vierkante meter. Om een beetje een beeld te geven van hoeveel. Dat is 4 keer mijn huis, waar ik met z'n drieën woon. Maar goed, dus, Jules die fietste toen naar een wooncorporatie, Standvast. Jules is een vriend van mij. En die zei, heb je een vergaderzaaltje over waar wij mogen zitten gedurende dit project? En toen kwam hij terug. Kijk Niels, ik heb de sleutel gekregen van een pand. En ja, we mogen het hebben. Dus ja, wat zullen we doen? En de grap was, dat pand moest 2 jaar geleden plat. Maar ja, de bouw ligt op zijn gat. Dus daar zitten we nog steeds. Dus ineens hadden we een pand, en dat is ongeveer 3 gymzalen groot. Wat we mochten gebruiken, zolang we maar, zeg maar, sociale meerwaarde aan het leveren waren. En toen dachten we, nou, als dat kan, als je een pand cadeau kan krijgen, dan kan je het vast ook binnen een week helemaal ingericht krijgen. En dat kan. Dus eigenlijk, wie van jullie heeft er thuis een potje verf wat net niet genoeg is om de muur helemaal te schilderen? Even vingers. Ja. Okay, dat heeft heel krat. Ja, nou, bijna iedereen in Nederland heeft het. Als je dat verzamelt en je gooit het bij elkaar, dan krijg je grijs. En dan heb je genoeg om een heel pand te schilderen. Dus ons pand is grijs van binnen. En als je geen geld hebt voor meubels, maar wel meubels wil maken. Gerrit die hier beneden zit, die heeft onze meubels gemaakt. Wie van jullie heeft er thuis een latje liggen waar hij geen reet aan heeft? Geen latje? Ja, okay. Als je die allemaal bij elkaar had, daar kan je meubels van maken. Dus heb je nog steeds geen geld nodig. Nou, zo hebben we dat hele pand ingericht. En daar was jij te gast. En toen is er waarschijnlijk iets gaan borrelen. Ja, als je nou een pand wat plat gaat, op enig moment, als je daar de sleutel van kan krijgen, misschien kun je dan ook gewoon de sleutel krijgen van een pand wat niet plat gaat. Dit. Dus dit is de sleutel van dit pand. Ja, we hebben hier gisteren nacht geslapen. Omdat het kan. In de Kamer van Koophandel, ja, moet je toch een keer meegemaakt hebben. Dus, de Kamer van Koophandel heeft 3 functies. Regelstimulering, handelsregister, als je een keer naar de Kamer van Koophandel van, en export bevorderen. Dus een van de kerntaken van de Kamer van Koophandel is activiteit in de regio stimuleren. We snappen al lang dat dat niet alleen maar economische activiteit moet zijn, maar dat het ook nog maatschappelijk relevant moet zijn, zonder uit te zweven te willen worden. En toen dachten we, Peter en Jan Henk en ik, wauw! Als we nou gewoon de Kamer van Koophandel gaan helpen met doen wat ze toch al moesten doen, en dat doen wij dan even voor ze, dan doen we ons die ruimtes maar, die staan toch leeg veel vaak. En dan gaan wij wat toffe dingen doen waar we in geloven. En dat geloven ze, dus we hebben nu die sleutels. Dus nu moeten we er ook wat van zien te maken. En vandaag is het de eerste dag. We hebben het permanent beta genoemd. Zijn jullie bekend met het woord beta? Ja. Beta is een, misschien, wie gebruikt Google Mail, Gmail? Iedereen tegenwoordig denk ik heel veel. Gmail is heel lang, misschien wel 10 jaar of zo, in beta-fase geweest. Beta is een woord dat in de software-industrie wordt gebruikt om een plakkertje op een product te doen dat niet af is. Dus je mag er wel mee spelen, maar je mag er niet over zeuren, want hey, is nog niet af. Kijk, staat het toch, beta. Dus beta betekent, is nog niet af, maar je mag er wel mee spelen, je moet er niet over zeuren. Dat is handig, als heel veel mensen je product gaan gebruiken, dan krijg je feedback en dan weet je even, oh, als heel veel dit gaan gebruiken, dan moet ik dat en dat gaan doen. Dus dat is beta. Terwijl we aan het brainstormen over dit idee, van goh, wat zou er nou gebeuren als je geeks niet websites laat bouwen zoals ze dat de hele dag nu moeten doen, maar die ga je dingen laten doen die ze s'nachts eigenlijk normaal doen als ze vrij zijn. Als ze dat overdag gaan doen, wat zou er dan gebeuren? En als je dat dan loslaat op maatschappelijke vragen. En nou, daar hebben we al heel veel ervaring mee gehad over sparren. En toen dachten we, oké, wat als we dit nou gewoon permanent beta noemen? Dan hoeft het ook nooit af te zijn. En als ze dan vragen, ja, wat ga je dan doen? Ja, dat weten we niet, maar het wordt heel leuk. Ja, maar wanneer is het dan af? Nou, nooit. Boeien. Boeien. Ah, dat is heel handig. Dat is een perfect alibi om te mogen klooien. En af en toe ben ik wat van de hoogdravende taal. Wow, een mooie ondertitel hebben. Maar ik vind het ook heel mooi. Ze staat er gewoon. Bridging brains, tech and culture. Wat gebeurt er als je hersens en creativiteit en kennis en intellect mixt met technologie? Er is heel veel aan de hand, met name in de open source hardware wereld. Die deed is niet voor niet. En ik heb er een paar voorbeelden voor zometeen. En als je ook nog culture eraan vastpakt. Sociale innovatie, meet makers, meets do-it-yourself. In dat spectrum zijn dingen aan het gebeuren waardoor ik denk dat bij alle grote vraagstukken die we nu hebben in de samenleving en in de wereld op te lossen zijn met hele slimme technologie die bijna gratis is.
hoe cool is het als je al die mensen, al die kennis op één plek bij elkaar kan krijgen. En dat gaat je niet lukken als je dat met geld doet, want op een gegeven moment is je geld op. Kun je bij je zonder geld beginnen. Moet je ook niet over vergaderen werken. En daar gaat eigenlijk ja, ons werk over. En ook ja, jouw werk als het gaat om waarmaken. Er zijn dingetjes op het spoor. Ja, en een stukje van het, is dat nou ook een vraag van hoe verdien je er geld aan? Ja. Ja, oké, dus dan gaan we, ik focus me even op het woordje bridging, dus ik ga maar bruggen. Kijk, het volgende maken. Een heel belangrijk moment. Heb je een stukje van het knopje? Ja, dat is het volgende knopje, maar misschien heb je meer van die dingen liggen. Nee. Dan krijg je als je spullen gaat lenen, dan weet je nooit precies. Hier staat het bed aan. Maar, misschien kan je me gewoon zo overstaan, maar hoe moet dat voor de camera met een microfoon? En die meneer is ontsnapt, dus zeg. Ja, dit regelt niet. Dus als je zorgt dat je niet af bent, dan blijft het. Ja, ik ben niet af en als je me nou niet meer kan verstaan, dan ja, het is beter. Mag je dichterbij komen? Maar het is over. Vroeg jij dat? Wie vroeg dat van het geld? Jij vroeg dat. Ja. Hoe kan je ook geld meten? Een tijdje geleden was ik jarig, met dames bezoek. Hey, leuk dat je er bent. En. Toen was permanent beta nog heel erg beta, dat het bijna weer alfa werd, zo beta was het. En toen ging het over, ja, we doen het zonder papier en zonder geld. En daar raakten wij over in discussie met elkaar. Want ik vroeg, maar nou komt er iemand langs en die zegt, dit is zo cool, ik heb een ton. Alsjeblieft, doe er je ding mee. Dan moet jij nee zeggen, want dat staat in de spelregels. Dat is toch ook niet handig? Dus daar de spelregels veranderd, ja dat kan. Ja. Soms moet je wel wat langer praten, maar de spelregels zijn veranderd. Waar het om gaat, wat het verschil is in onze manier van werken, er wordt in ieder geval mij wel eens toegedicht van jij doet alles zonder geld, dat is helemaal niet waar. Alleen waar wij niet mee werken is een financieel winstoogmerk. Want die twee, die komen, dus geld om winst te maken, komt hand in hand met gedoe binnen. Dat is altijd zo. Krijg je de stokpaardjesparade, wil iedereen zijn eigen vlaggetje in de keuken planten, moet het wel onder mijn label gaan of onder mijn label. Er zijn stichtingen in Nederland, die willen hetzelfde voor elkaar krijgen, maar die mogen van hun geldverstrekkers niet samenwerken. Dat is op dit moment aan de hand. Ja, maar als je dat ook bij die doet, dan krijg je van ons geen geld meer. Dus een winstoogmerk en geld moeten verdienen om als organisatie te overleven, dat is niet handig. Dat geld een smeermiddel kan zijn, is wel handig. Als ik bij elke bakker eerst een presentatie moet houden en een rentegol krijg, dat is tijdstechnisch gewoon niet zo handig. Daar krijg je honger van. Dus hoe kan je nou geld verdienen, of hoe doen wij dat? Eén, ik denk dat wij het allebei als doel hebben losgelaten. Voor ons is het een hygiënefactor. Dus ergens in die Maslow-pyramide staat, ja, je hebt ook geld nodig. Maar ik weet dat geld een middel is om je toegang te verschaffen tot iets anders. Bijvoorbeeld eten of een pand. Dus als iemand mij eten wil geven, heb ik alweer minder geld nodig. Maar ik maak het wel mogelijk. Ik vind dat iedereen, en dat heeft Permanent Beta zelf ook gedaan, die moet zijn verlanglijstje online hebben. Want voor hetzelfde geld wil jij dingen hebben die ik over heb. Neem boeken, neem ik een hele stapel boeken, ik had er in ieder geval 8 over vanmorgen. Maar ja, die zijn gewoon over. En dat geldt voor alles. Maar op mijn verlanglijst staat ook geld. En soms mailt iemand, geld, ja, was toch zonder geld? Nou, dat is dus niet waar. Alleen, ik weet nooit hoeveel ik krijg. Je mag geld geven als je dat wilt. En dat blijkt, als je maar op de juiste plek zichtbaar genoeg bent, bezig bent met dingen die andere mensen ook waardevol vinden, dan willen ze jou wel helpen. En dat kan ook met geld zijn. Ja, en ik kan me nu voor een deel van de mensen die ons niet kennen en dit voor het eerst hoor denken, hoezo? Dus dat is handig om even te delen. Dus we zijn al jaren aan het experimenteren, want wij noemen waardebepaling achteraf, daar gaan we een keer een andere sessie over houden. Maar we hebben alle twee bedacht, wat zou er gebeuren als je mensen gaat helpen en je vraagt geen geld voor terug, maar je zegt het gewoon, zoek het uit. En dan hoef je dus niet naar netwerkborrels. Hoef je geen acquisitie te plegen, hoef je niet te onderhandelen over de prijs, ben je niet met sales bezig, hoef je geen papier te typen en zo. Je kunt gewoon gaan helpen. Want in een kennissamenleving, ja, heel vaak heb je dat je in een kwartiertijd iemand al kan helpen, maar dan moet je 40 uur lang doen alsof, omdat je altijd niet genoeg kan factureren. Nou, dat is een heel stukje, daar zijn we mee gestopt. We gaan gewoon helpen en kijken wat er gebeurt. Maar als je namelijk niet 40 uur waarin je doet alsof, als je dat niet meer doet, maar je gaat gewoon die 40 uur ook mensen helpen. Dan is de ervaring dat als je maar de goede mensen helpt, dan krijg je op een gegeven moment heus wel iets terug. En of het nou geld is, of spullen, of diensten. En op die manier bouw je aan je netwerk en aan je reputatie en zichtbaar. Maar dan komt er ook wel geld naar je toe. Als mensen namelijk, als je mensen heel veel geld bespaart of oplevert, je hebt een topidee, dan willen ze heus wel een keer wat terug doen. En als je daar een sport van maakt, om zoveel mogelijk kennis ervaring op te doen, en je bouwt aan je netwerk. En dan gaan mensen, op een gegeven moment zijn er zoveel mensen die wat terug willen, dat je wel genoeg hebt. Ga niet vanzelf trouwens. Kun je ook stapje voor stapje doen, maar
Maar heeft het 12 jaar gekost om te komen waar ik nu ben. Maar jij gaat toch veel sneller, het blijft schaalbaar. Ja. Handig om even... Tussendoor al vragen, nieuwe dingen. Dus, maar goed, even wat er vaak in organisaties gebeurt. Als je wat nodig hebt, dan gaan ze kijken hoeveel geld ze hebben. En dan ga je met dat geld in de winkel kijken wat je daarvoor kan kopen. En dan op een gegeven moment kijk je niet verder, want dan is je geld op. Wat zou er nog gebeuren als je het hele geldstuk even overboord en je zegt gewoon, oké, we hebben een gratis ruimte, wat hebben we daarvoor nodig? Nou ja, we hebben wat postertjes laten maken, wat dingetjes laten maken. Dus voor een paar honderd euro hebben we dit vandaag bij elkaar gefietst. Nou, dat is echt niet heel erg serieus geld. Maar als je kijkt dat we hier vandaag 40 of 50 sprekers hebben, die normaal geld vragen op heel veel plekken. Die vinden het leuk om te helpen. Want achter die, misschien leren ze wat nieuws, ontdekken ze wat dingen. Het wordt gefilmd, misschien ook leuk voor op het web. En toen, de sky's the limit hebben we bedacht. En die ruimtes die hebben we nu toch. Die stonden er toch al. Dus een 3D-print stond op het lijstje, maar die hebben we nu. Die stond boven. Moet je even naar kijken straks, is leuk om mee te spelen. Hoi. Filmers hebben we ook, maar we willen eigenlijk ook een 3D-scanner hebben. Weet je, als je nog zo'n ding thuis hebt liggen. Een 3D-scanner, dat is heel cool. Dus niet, dan hou je dat boven een apparaat. En dan scant je het in en dan kun je daarna tegen de 3D-printer zeggen, ik wil zo'n ding. Dan kun je het gewoon printen. Dus dat willen we graag hebben hier om mee te spelen. LP's, geen slagen in de top 40. Massagestoelen, bankstoelen. Maar misschien ontdekken jullie vandaag allemaal dingen waarvan je denkt, ja, maar is dat hier niet? Dat is ook onhandig. Dus dat willen we graag weten. En onze ervaring is, als je gewoon kunt vertellen wat je allemaal nodig hebt, dan komt het wel naar je toe, want het ligt heus wel ergens. Ja. En we leven op dit moment in de grootste grabbelton ter wereld. Maar we kunnen nog niet grabbelen. En dat is niet handig. Heel even, wij hadden het net over, wat zou het cool zijn als hier vandaag nog pick-ups naartoe komen, dus draaitafels en boksen. Leuk als we er vanmiddag meer hebben. Dus mocht je op Twitter, Facebook, weet ik het wat zitten, brul even van de daken dat we hier vandaag graag pick-ups en boksen hebben. Het liefst voordat we ze mogen houden, maar anders even lenen. En dat kan bizar snel gaan. En op jouw vraag van, hey, hoe verbind je netwerken? Ik kan een heel simpel praktisch trucje laten zien hoe ik het doe. Maar ook even stilstaan bij de vraag wat de dynamiek is waarop op dit moment netwerken worden gecreëerd. Dus zou ik daar die kant op gaan? Ja, ja. Dus wat ik maak, ik word vaak uitgenodigd met inderdaad de vraag hoe creëer je netwerken? Nou, die zijn er al. En overal. En mensen die nu nog een netwerk creëren, dat is niet handig om te doen. Want de mensen zijn al verbonden via LinkedIn, Facebook, Huis, Twitter, in het echt, whatever. De grap is, hoe mobiliseer je dat netwerk? En dat gaat over de vraag, hoe kan ik alle waarden die in een reeds verbonden netwerk zit, richten? Dat gaat dus over de vraag, wat gaan we dan met z'n allen doen? Verbonden zijn we al en er zijn in Nederland vreselijk veel mensen die dolgraag ergens mee willen helpen, maar ze weten niet waarmee. En die staan, weet je, vroeger had je die reclame met die 6 kaboutertjes die in de motor van een auto stonden te trillen, weet je nog? En zo staan er op dit moment heel veel mensen in Nederland zich helemaal gek te trillen en ze hebben geen flauw idee wat ze moeten doen. Dus de kunst is, kan je de energie uit de al verbonden netwerken richten om iets voor elkaar te krijgen. En dan gaat er wat heftigs gebeuren. En een simpel voorbeeldje vind ik zelf een hele leuke. Even kijken of ik net zo handig met die techniek ben als jij. Moet je even een nieuw tabblad? Nee, kijk, ik had hem al gedaan. Oh, ja, I'm there. Dit is diezelfde Sjoe, die is een huis aan het bouwen in Nijmegen, in Lent om precies te zijn, zonder geld. Want ja, ons pand ging plat, dus hij dacht, nou, we moeten een nieuw pand hebben. Als we dat nou eens bouwen en we gaan het ook zonder geld doen. Nou, dat kan, de fundering is inmiddels klaar. We hebben zelfs het land gekregen van de gemeente, want die vonden het een cool project. En als je coole dingen doet, willen mensen wel helpen. En die heeft aan, en dat is wat hier bijvoorbeeld in Permanent Beta ook kan gebeuren. In de waarmakerij zaten 4 nerds te werken. Ik mag ze nerds noemen, heb ik gevraagd. En daar laat je iets zien wat je zelf heel onhandig doet online. En dan zijn ze een tijdje stil. En na een week zeggen ze, nou, we hebben iets gemaakt, is misschien handiger. Dit is de waardeverbinder. Wat hier staat is, yo, we gaan dit huis bouwen. En dan staat er, even kijken hoe snel mijn internet is. Klik, klik, klik. Dat gaan we dan en dan doen. En dan staat er, daarvoor hebben we dit nog nodig. En dan kan je hier inloggen, dat heb ik hier gedaan. En zeg je, nou, ik kom en ik neem dat en dat mee. He, dus een fundering van een huis moet van beton zijn. Beton lijkt geld te kosten, maar als je 900 stoeptegels hebt, die zijn van beton en over in Nederland, dus de fundering is klaar. Wie heeft er thuis nog stoeptegels liggen in de tuin? 1 of 2, waarvan je denkt, nou, die liggen in hoeken, die heb ik eigenlijk niet nodig. Stoeptegeltjes? Die zijn altijd wel ergens. Ja, ze liggen op de verkeerde plek. Wanden, idem dito, dus pallets, heel veel mensen in Nederland hebben een palletje over. of heel veel pallets, dat weet ik niet. Maar dus daar worden de wanden van gemaakt. En het krijgt ook zonne-energie, want we hebben in Nederland een wet dat je dus je moet een zonnepaneel 5 jaar op stok houden. Vanuit garantie. Hè? Dus als jij 5 jaar is je paneel kapot, dan moet ik nog zeggen, nou, je krijgt diezelfde terug.
Maar daarna dan is het, dat is verouderd. En die pellets die dan verouderd zijn, die gaan door de shredder. Dus wij hebben ze. Die zonnepanelen. Ja. Ja. En dus het krijgt ook zonne-energie. Dit is technologie. Maar nu wil ik een geintje laten zien van hoe verbind ik naar netwerken. Stel, ik heb een plannetje. Ik heb nu even geen plannetje, maar ik krijg vast vandaag een plannetje. En dan is het slim, heb ik ontdekt, als je dat wilt gaan delen met mensen, dan willen ze altijd zeggen, heb je al iets? Dan helpt het om een plaatje te hebben. Als mensen zo zijn wij ook begonnen. We verzinnen een naam en een plaatje, denk ze, oh, net echt. Ja, zo gaat het. Geloof ik, oeh, plaatje. Stel nou, ik heb een plaatje nodig, dan doe ik het volgende. Ik ga naar mijn adresboek. En dan tik ik in dit bovenste zoekvakje in, grafisch. Wie verschijnen dan al mijn contacten? Die hebben gezegd, ik ben gratis ontwerper en als je ooit hulp nodig hebt, moet je mij maar even mailen. Dat zijn er in dit geval 38, die sleep ik naar de BCC van mijn e-mail. Yo, dit is Niels, dit is mijn plan, wie van jullie kan er even een logootje maken? Is altijd wel een die dat leuk vindt en kan. Dan is het morgen klaar. En de grap is, dat heb ik met alle contacten in mijn hele adresboek, dat zijn er iets van 4000, heb ik steeds als ik een kaartje in krijg en ik neem alleen maar kaartjes aan van mensen waarvan ik denk, ik onthoud ook echt wie je bent. Dan zet ik in mijn adresboek waar ze goed in zijn en waar ze me vast wel mee willen helpen. En wat ze leuk vinden om te doen. Ja. En dus ik heb dit met gratis, ik heb dit met perstoegang, ik heb dit met gebouwen en weet ik het wat allemaal. Dit is wat er in elk netwerk zit. Maar we kunnen nog niet grabbelen. Omdat we het van elkaar niet weten. Stel nou dat je dit met al jouw contacten gaat doen en je richt het dan op de berg die jij wil verzetten. Hoe snel kan het dan gaan? Nou, dat is misschien een beetje een antwoord op jouw vraag. Leuk. Ik pak even zijspoortje, dat is toch lekker geweest. Zijn er mensen in de zaal die astmatisch zijn? Mensen met astma? Ah, mooi, ik heb goed nieuws, dat wordt opgelost. Nou, er zijn wat leuke dingen aan de hand op dit moment. En, op dit moment hebben die ideepunten hier niet voor niets staan. Er is een enorme beweging die gaat over de do-it-yourself beweging. Dus mensen die aan het prutsen zijn, aan het klooien, aan het knutselen, met stekkertjes aan het rommelen zijn, de nerds en de elektronica jongens. Maar sinds 2 jaar is daar computertechnologie bij. Er zijn hele kleine open source hardware moederborden, Arduino is er een bekend voorbeeld van. Waar je voor 2 tientjes computerintelligentie en rekenkracht kan toevoegen aan mechanische dingetjes. Er is heel veel aan de hand rondom sensoren. Je iPhone zit bijvoorbeeld 14 sensoren die allemaal dingen registreren. En er zijn maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld gezondheid is het beste ding. Onze begroting heeft geloof ik 68 miljard euro gaat op in Nederland aan zorgkosten. En in de zorg hebben we allerlei managementlagen die geld kosten, gebouwen natuurlijk, maar ook medicijnen zijn er nu. Een van de medicijnen die waar geld naartoe gaat is Ventolin. Ventolin is wat mensen gebruiken die astmatisch zijn en die hebben wat lucht nodig. Die krijgen een astma-aanval, wat voor reden ook, en die hebben nog een puffje. En dat is allemaal goedgekeurd door de medicijnenboeren en zo. En het kost geld en dat kun je declareren. Toen waren er een paar nerds, net zoals hierboven aan prutsen zijn, die dachten, hé, als ik nou een dingetje maak he, van een paar euro, en die dingetjes, er zit een sensor in die even de plek op aarde registreert waar je bent, een GPS zit erin, en even een datum en een tijdstempel doet, dan is elke keer als ik op zo'n kleine dingetje druk, op een knopje druk, dan weet hij waar ik ben. En wanneer ik daar was en hoe laat. Maar als je zo'n dopje, wat ze hier ook kunnen maken, printen, aansluit op zo'n puffje, op zo'n pompje. En elke keer als iemand op zo'n pompje klikt, leg je niet alleen vast dat je even het puffje nodig had, maar ook even de plek en de tijdstip en de datum. Dan ga je dus een database opbouwen met gegevens van mensen die astmatisch waren. Als je dan een paar duizend van die dingetjes gaat uitdelen in een stad als Boston, omdat ze gedaan hebben, je gaat een jaar lang alle momenten waarop iemand Ventolin nodig had, even vastleggen. En die data die gooi je in een database, dan kan een beetje nerd, die kan dat in no time op een kaart gooien, al die data. Afspelen in de tijd, dan zie je ook op vaste plekken dat mensen, hé, hey, daar hebben ze in één keer allemaal een buffje nodig. Nou, dat is gek, zullen we ze even op satellite view, zoals Google Maps zetten, wat zou daar toch zijn? Nou, dat is waar, het is een haven. Nou, even logboeken erbij. Wat was er toen aan de hand in de haven? Oh, sojabonen werden gelost in de haven. Nou, blijkbaar had iedereen in één keer astma. Nou, dat is ook toevallig. Zullen we dat eens niet doen? Hé! Hey, nou, geen astma meer. Niet zo leuk voor meneer Ventolin. Oh nee, die wilde eigenlijk mensen beter maken. Hè? Dus dan heb je dat niet meer nodig. Dit is wat er nu aan het gebeuren is wereldwijd. Dus geen toekomstverhaal is al gebeurd. Dus wat er gebeurt is dat schijnbaar goedkope of bijna gratis technologie, van mafkezen die hier ook in de zaal zitten en mensen die boven het punten zijn, wat gebeurt er als je dat gaat verbinden met technologie en het web en de cloud en maatschappelijk relevante vraagstukken? Dit soort dingen vinden we leuk om te doen hier, dat is toch super cool?
En dan is de vraag, hoe verdien je daar geld mee, is helemaal niet relevant. Als je namelijk in je vrije tijd met een paar avonden prutsen een probleem kan oplossen wat miljarden bespaart uiteindelijk wereldwijd, hoe cool is dat? En waarschijnlijk, als je hier dan af en toe over praat, dan kun je zoveel geld verdienen dat je niet meer hoeft te werken. Leuk zijn sport, hoor. Gaat over hetzelfde stukje, dus overvloed van alles, maar dan heb je niet genoeg gericht. Over, maar die permanent, die waardeverbinding, kun je die nog eens aanklikken? Deze. Wat hun bijvoorbeeld overkwam, nog even terug naar geld verdienen. Ze hadden dit gewoon als goed doeletje gedaan voor Jules, voor het huis. En, maar het is best wel een cool ding. En ik vertel er wel eens over op plekken. Nu zijn er allemaal organisaties die zeggen, wij willen ook zo'n waarde verbinden. Want dat is toch even handiger dan Prins 2. Ja. Dus nu hebben ze dat eventjes een white labeltje van gemaakt. En dan kan je, als je wel geld hebt, kan je daar gewoon een abonnementje op nemen. En dan heb je het ook. Dus tot hun eigen verbazing zijn die gasten dan geld aan het verdienen met iets wat ze gewoon als aardig frummeltje, ze hebben het vast een chique woord voor, maar weet je wel, gemaakt hebben. Dus ineens merk je dat dat per ongeluk toch gaat. Ja. Ja. Hoe zitten we op... Even veel van de vraagstukken die er zijn in de samenleving, dat zijn eigenlijk organisatorische vraagstukken. Ik heb daar een boek over geschreven met Erwin Witteveen, Easycratie, wat je gratis kan downloaden als PDF en als iPhone en iPad app. Jij hebt een boek geschreven over durf te vragen, wat je ook gratis kan downloaden. Ik vind het namelijk belangrijk, ook hier bij Urban Better, als je dan toch wel kennis hebt, geef het dan alsjeblieft weg, dan gaat het tenminste een beetje harder. En in dat boek zeggen wij van bijna alle vraagstukken in de samenleving op dit moment zijn eigenlijk bureaucratisch en organisatorisch van aard. En de mensen zijn er al. De kennis is er, de informatie is er, de ideeën zijn er, ze zijn niet zo handig verbonden. Dus eigenlijk, misschien wel eens goed, internet is cutting out the middleman. Dankzij technologie die het een paar jaar geleden niet was, worden tussenpersonen steeds minder relevant. Bij tussenpersonen denkt iedereen, dat zijn die assurantie tussenpersonen, die verzekeringsjongens. Kunnen we via het web, dat is veel goedkoper. Nou, dat vond ik al stom. Wie nog meer? Oh ja, makelaars. Ach, heb je ook niet meer nodig. Huppakee. Maar wat nou als gaat blijken, en ik denk dat we op dat spoor zitten hier, dat bij de komende 5 à 10 jaar gaat blijken dat alles tussen een vraagstuk aan de ene kant, een probleem, en aan de andere kant een oplossing, misschien wel middleman blijkt te zijn, dat het web aan het oplossen is, dat je al die shit ertussen, die ertussen zit niet meer nodig hebt. En als je zonder papier en zonder geld dingen voor elkaar kan krijgen, hoef je niet te stoppen als geld op is, en dan hoef je niet te wachten tot de inkdroog is, hoef je niet te oude hoeren over dat geld, want dat heet dan een vergadering. En dit soort oplossingen, er komen nog veel meer, gaan ons de komende jaren helpen om alle vraag-aanbod-frictie vraagstukken in de hele samenleving te helpen aanpakken. En daar willen we nu bij zijn, want dat is cool. En alles wat we hier gaan doen, proberen we te filmen, zodat je hier niet meer naartoe hoeft. Dat je gewoon thuis kan kijken wat hier gebeurt en dat je aan de mensen kunt doorvertellen die jij kent. En als je zelf een gaaf idee hebt of een wens, uit hem vooral hier. We hebben een Facebookgroep van Permanent Bed waar je lid van kan worden en vragen aan ons kan stellen. De meetup groeps, zoals dan heb je vandaag ontdekt, en jullie zijn hier, waar je meetups makkelijk mee kan organiseren. Als je zelf ook dingen wil organiseren hier, als het maar vrij toegankelijk is. Dat is een belangrijke spelregel. Geen winstoogmerk heeft, dat je hier niet staat de verkoopsessie gaat houden voor een workshop omdat je coach bent. En als alles wat hier gebeurt maar gefilmd mag worden. Je bent niet verplicht om zelf te filmen. Maar als wij denken, hey, dit is cool, dat willen we filmen en online gooien. En als je dan zegt, nee, dat mag niet. Ja, dan moet je niet komen. En nou ja, dit is wat we willen gaan veroorzaken. Maar het raakt allemaal aan deze thema's. Van goh, hoe kunnen we dingen sneller, slimmer, leuker, makkelijker, beter, goedkoper of gratis oplossen? Staatswaarde halen ze vaak uit dit soort dingen. En dat, daar loop ik tegenaan, dat was een andere vraag. Hoe ga je onder weerstand, zodat je die mensen ook dat gevoel kan krijgen? Weerstand ga je gewoon niet mee om. Nee. Gewoon niet mee omgaan. Kijk, de Ventolin kan wel zeggen, wij vinden het niet zo leuk dat mensen in kaart gaan brengen wanneer je het niet meer nodig hebt. Maar dat is niet aan hun. Dus, want blijkbaar zijn ze dan maatschappelijk niet zo relevant bezig, dat iedereen zegt, oh, wat een top idee.
Dus als je niks toevoegt, dan moet je opnieuw gaan nadenken over, oké, wat is dan mijn rol en ben ik nog wel nodig? Organisaties hebben nogal de neiging om te willen blijven bestaan. Maar als datgene waar de organisatie voor was opgericht niet meer nodig is, nou, jammer dan, maar dat heet vooruitgang. En we leven in disruptieve tijden, niet zo'n klein beetje ook. En dingen die tot voor kort duur en complex waren, zijn nu gratis en makkelijk. Je zegt eigenlijk, sluit je dan aan bij mensen die wel willen? Nou, nee, alleen maar als je zelf wat wil. Maar als je wat wil, moet je niet aan door je paden gaan trekken, want dat schiet niet op. Mijn wereldbeeld is al 10 jaar heel simpel. Ik categoriseer mensen gewoon in 3 categorieën. Motortjes, putjes en mensen waar je nog niet van weet. Putjes? Putjes, ja. Putjes, dat zijn mensen die kom je tegen en dan vertel je heel wat leuks aan en dan... Blablabla. En dan, nou, gebeurt er niks. Die zijn niet stom, of niet, dat geeft niks. Maar dat is te veel werk. Gewoon lekker met hem sluiten. Ook niet met die lui in 1 vergadering gaan zitten, dan krijg je hoofdpijn. Je hebt ook motortjes, dat zijn mensen, daar vertel je wat aan, dan gaan de ogen zo, oeh, leuk, en die gaan dan dingen verbinden. En mijn truc is altijd geweest, als je een motortje gevonden hebt, verbind hem dan vooral door aan alle andere motortjes die je kent. Dan krijg je een soort gedistribueerde hulpmotor, die dan heel krachtig is. En dan heb je nog mensen van die niet weten of het een motortje of een puntje is. Dan moet je dan snel achterkomen. Zo doe ik het. En alleen dat is in de organisatie vaak lastig. Dus ik zeg dan altijd, dan moet je het buiten gaan doen. Ik doe het bij de politie ook, dat wordt opgenomen, dat is heel grappig. Bij de politie heb je ook motortjes en puntjes. En die puntjes, daar kunnen we niks aan doen. Die zijn een beetje moe en nou ja, allemaal dingen. Maar de motortjes die haal ik dan buiten hun werktijd. Want dan kan ook niemand het tegenhouden. Dus die zet ik dan met leuke andere motortjes uit een hele andere wereld bij elkaar. Die gaan dan dingen doen waar ze overdag allemaal wat aan hebben. En we zetten het niet op papier, dus hoeft ook niet te veranderen. Het kost geen geld, dus je hoeft niet te wachten tot het geld is. En dat is de hele tijd het trucje. Ja. Alleen dan moet je wel lol. Ja, je moet wel een blije eikel zijn en een beetje lol hebben of echt iets willen oplossen. Ja, nou ik hoor je ook zeggen dat als je maar goede motortjes maakt, dat je er om die putjes zo zelf een andere motor krijgt. Nou, als je 10 motortjes hebt en 90 putjes, en die 10 motortjes hebben denk ik succes, dan ga je die putje opgeven en denk ik, oh, wat verdorie, werkt dat zo? Nou, dat ga ik ook maar leuk doen. Dus als je kijkt, want dat is, als je kijkt, je wil een huis bouwen in een gemeente, zonder geld, en je hebt nog geen stuk land, nou dan kom je in gedoe terecht, want dan moet je de gemeente bellen, joh, mogen we een stuk land? Nou, dat vinden ze niet makkelijk. Maar wat Jules heeft gedaan, is elk klein succesje, en dat is begonnen, dat vind ik dan wel leuk, het olifantenpaardje heet dat. Je hebt in Nijmegen het UWV liggen, en hier is een straat. Als je van die straat naar het station wil, dan moet je een stukje over het UWV. En dat is een klein stukje, daar staat een hegje. Dus elk jaar wordt dat hegje omver gelopen. En dan altijd is er iemand van het UWV, die chef heg, en die plaatst dan dat hegje weer terug. Nou, dit is wat er aan de hand... Nou, dit is het paardje. Dus Jules, die had toch stoep tegen zijn ogen, want hij was een huis aan het bouwen. Die dacht, weet je wat, ik ga, daar waar die heg steeds plat wordt gelopen, daar leg ik wat van die stoeptegels neer. Dus dat is hij gaan doen met mijn bus en samen met André. En dus daar kwam een bewaker bij en die zei, dit mag niet hoor. Nee, dat weet ik. Dat moet wel weer weg. Ja. En toen is hij doorgegaan. Die bewaker had zijn taak gedaan. Het paardje ligt er nog steeds. Het is 2 jaar geleden. Maar de grap is, dat is een heel klein lullig verhaaltje. Wel een geinig verhaaltje, vind ik. Misschien maar 8 tegels. Ja. Klein lullig verhaaltje. Maar daar horen meer mensen van. En die denken, die zien daar de symbolische functie van in. En die gaan daarover lullen binnen de gemeente. En langzaam maar zeker ontstaan er dus steeds meer motortjes die denken, ja, zo'n paardje moet je eigenlijk zien als een soort metafoor voor hoe het hier ook nog wel. En dan gaan er steeds meer mensen die gaan dat geluid van het kan wel geven. Vroeg of laat belt in dit geval de wethouder die zegt, joh, dat stuk land, als we dat nou kunnen combineren met het feit dat we nog steeds een bezoekerscentrum nodig hebben voor de mensen die willen kijken naar het feit dat wij de Waal aan het omleggen zijn. Dan zijn er misschien wel mogelijkheden. Er zijn 100 olifantenpaardjes op één rij. Ja, een soort vierkant groot olifantveld. Maar dan kan het wel. En de grap is, daarmee lukt ook niet alles. Maar op je bek gaan met mensen die net zo manisch positief zijn, is echt 10 keer leuker dan de hele dag bij die zagerijnen zitten. En vergaderen, papier maken, dat ze dan weer gaan praten over het papier. Mag ik nog een klein trucje zien? Doe energie en praat energie. En waar maken, dat is wel goed. Ja. Oh ja, ach, dat... Zoek ik even op voor je. Nee, ik wou iets op mijn iPhone laten zien. Oh. Dat is niet zo groot, maar wel geinig om te laten zien. Dus waar wij gaandeweg mee bezig kwamen, nogmaals, ik heb een adviesbureau gehad, dus ik zat heel lang bij partijen die mij uitgingen dat het echt niet kon. En we hebben ook in die trainingswereld zijn we heel lang bezig geweest met bewustzijn en weet ik het al. Zijn is statisch. Nou, dat wil ik ook even delen gewoon. Ik word hier zo blij van, omdat ik merk van, dat ik de hele tijd bezig ben om met kutputjes te gaan. Dat is een heel nieuw woord. En het vrouwelijke putje?
Hey. Ja. Ja. Die mensen... Hou vast, hou dit gewoon vasthouden. Die, dus ik zei, en ik was helemaal van de wap, en Annette die daar achterin staat heeft het laatst in Nederland gedaan. Ze hebben in 5 uur tijd heel Estland schoongemaakt, hè, met 50.000 vrijwilligers. Ja, als dat kan, nou, dan is een paar tegeltjes liggen. En Annette heeft het laatst in Nederland gedaan, deden 92 gemeenten mee. We hebben samen het plan van aanpak getekend. En dat was nog geen A4'tje van een hand die een prop in een prullenbak gooit. Er zijn een hele hoop partijen die snappen er niks van, want dat moet toch een dik rapport zijn? Nou, dit is het. Dat betekent dat alleen nog maar de partijen meedoen die daarmee durven te klooien. En die wil je ook hebben. Die mensen zeggen dat kan niet. Nou, oké, okay. In jouw wereld heb jij gelijk. Als je nou wel in die gedoe-wereld terechtkomt, er is een hele leuke app. Heb je een iPhone? Oké, okay, vind iemand met een iPhone en dan download je een appje en die heet Coma. Dit is hem. En dat staat voor Cost of Meeting App. Het werkt zo. Hier... Ik hou het vastje. Hier vul je het aantal mensen aan tafel in en hier hun tarief. En dan druk je aan het begin van de vergadering op start. Dan zie je de hele tijd zie je vlammen. Ik zal het nu even niet doen. Als dat op een bier kan, is het helemaal goed. En aan het eind druk je op stop en zeg je, dit zijn we kwijt al met deze vergadering. En was het het waard? Dat is altijd wel aardig als je een beetje met weerstand had. Even handen naar de boezem. Ook hier zitten we vandaag met mensen stil. En sommigen hebben een tarief en sommigen niet, maakt het niet uit. Dus ook dit kost geld. Als je, zeg maar, we kunnen wel grappig gaan over mensen en organisatie. Maar feit is dat we bijna zeker weten dat een groot deel van jullie in ieder geval dingen gaat doen. Of hier in Permanent Beta, of in een andere wereld, of dingen gaat opzoeken en downloaden. En onze ervaring is in heel veel organisaties zijn mensen wel bij elkaar aan het vergaderen, maar gaan ze vervolgens niet iets doen. Maar gaan ze weer in andere vergaderingen. En als je de hele dag aan het vergaderen bent, ben je dus niks aan het doen. En als je niks aan het doen bent, ben je vooral aannames aan het doen over dingen, ja, die, ja, het blijven aannames. Dus als je die niet gaat toetsen en gaat uitproberen, ga je dus niks leren. Dus als je te veel aannames op elkaar gaat stapelen, dat is zeg maar een proces van 12 vergaderingen, 6 stukken, ja, dan ga je dus niks leren. En als je niks leert, omdat je bang bent om fouten te maken, ja, dan kom je dus niet verder. Wat er aan de hand is nu, is dat die 14% van de beroepsbevolking die ZZP'er is, die, ja, die maakt helemaal niet uit als die fouten maken. Die kunnen toch niet ontslagen worden, overigens krijgen ze van iemand geen klus meer. Maar al die lui in die organisaties, die worden niet gepromoot, die krijgen geen carrièrekansen als ze de hele tijd fouten maken. Dus dat gaat gierig mis. Dus wij zijn lekker naar buiten te spelen. We hebben nog 3 minuten, ja. Niels. Ja, ik ga ze niet opmaken, maar misschien een kleine aanvulling. Ik vind het een heel waardevolle focus. Hè? Ja. Focus even niet praten. Maar hoe focus je op de motor test? Waarbij ik misschien nog wel een kleine nuancering wil aanbrengen. Dat de putjes, zoals jij ze noemt, die hebben vaak ook nog wel ergens een motor. Oh, absoluut. Maar zeker als je wel binnen die organisaties werkt en wel met die mensen bezig bent, is het ook de kunst om op zoek te gaan, zonder dat jij het gaat doen voor hen, naar hun motor. Ja. Maar daar hebben we 300.000 coaches voor die ook niet genoeg werk hadden. Maar die zien, dat is hun werk. Ontdekken waar de putjes. Die zijn vaak ook heel erg met de putjes bezig. Die doen dat flink door te analyseren. Wat wij doen als, want dat is waar. En omdat je niet weet, vaak nog niet weet wie putje of mootje zijn, zeggen wij, althans ik in ieder geval in de projecten die ik doe, dit moet lukken. En kijk maar wat je kan doen. En het leuke is, als mensen zelf mogen weten wat ze gaan doen, dan gaan ze vaak doen wat ze leuk vinden. En dan krijgen ze ook vaak energie van. En dan kan een putje ineens een mootje blijken op iets heel anders, maar daar was hij binnen de context van zijn organisatie nog niet op uitgedaagd. Dus het delen van de te verzetten berg, dat is een handig ding. Zullen we heel formeel die vragen langslopen? Okay. Of helemaal alles gehad? Wat was je lightbulb moment? Dat je dacht, oh wauw, het kan dus wel. Nou, ik was 15 en ik kwam van een kleine school op een grote school. Dat was in de jaren 80. En ik kwam op de grote school, had ik eindelijk een Walkman bij elkaar gespaard. Je weet, met zo'n cassettebandje. Rob was erbij. Dus ik denk dat ik die handtekening nog heb. Dat is een leuk verhaal. Dat is echt heel leuk. Iemand van vroeger van mij uit de klas zit nu hier in de zaal. En ik kwam op de grote school en er mocht geen Walkman op. En dat vond ik stom. En het beleid was dat hij dan werd afgepakt. En dat vond ik nog stom. En toen vroeg ik, maar waarom dan? En toen kreeg ik allemaal kutargumenten. Oké, toen ben ik gaan zitten thuis. Dacht ik, ik ga allemaal argumenten voor verzinnen. Tekst gemaakt, argumenten tegen. En toen bleek er, dat wist ik nog niet, een medezeggenschapsraad te bestaan op school. Dus je hebt de leerlingen, de ouders en de leraren en zo. En daar moest je wel naartoe, er waren ook vergaderingen. Dus ik moest eerst in de leerlingenraad komen en dan mocht ik daar meedoen. Ik ging naar de leerlingenraad. En toen heb ik van de 1200 leerlingen en de 100 leraren of zo, heb ik 1100 handtekeningen verzameld met onder die lijst met argumenten voor en tegen, waarom wel moest mogen zo'n groep met. En 80% van alle leraren die zeiden, ja, dat is eigenlijk goede argumenten, niks tegen. Onderschrijf je deze argumenten? Ja, eigenlijk wel. Toen ben ik met zo'n stapel papier naar de medezeggensopstraat gegaan, baf,
er moet een regel weg. En toen lukte dat. En toen dacht ik, wow, kun je dus gewoon veranderen. Nou, dat was mijn lightbulb moment. Als je maar genoeg mensen enthousiast maakt met een goed argument, dus toen ben ik argumenten geloven, ja, dan krijg je gewoon je zin. Ik heb ze gescand in Evernote staan, dus we kunnen straks opzoeken of jij, ja, dat moet een jaar geweest zijn, jou nog op school. Dus voor mij heb jij je handtekening niet voor. Hier was je natuurlijk voor. Dat, ja. Leuk. Okay, dat is mijn lightbulb moment. Die van jou? Ik heb er niet. Maar de belangrijkste. Het moment dat ik via Minna aan mezelf beloofde niet meer te trekken aan dode paarden. En gewoon alles waar, als ik in energie zit van nee, kan nooit, lukt niet, wordt gedoe, ga ik gewoon weg. Daar ben ik nog steeds heel blij mee. En soms mensen zeggen dat het stom is met je wegloopt. Maar voor mij is weglopen een hele goede strategie als je ergens begint waar je echt niet wil zijn. Ja, maar ik loop weg. Ja. Dus, lightbulb moment. Ja, die andere hebben allemaal. Verbinden. Oh. Zijn er dan nu nog vragen? Waarvan je denkt, ja. Ja, en dat is de laatste dan, want we hebben nog veel meer te doen vandaag. Oh. Niet wij, maar jullie. Ja. Is er één laatste vraag? Nou, dat moet dan wel een hele goede zijn. Daarna heb ik nog een vraag. Hoor. Oh, dan moet ik jij nog vragen. Nou, dan heb jij de laatste vraag. Was dit een beetje de moeite, als wij één keer in de 1 of 2 maanden hier zo drie kwartier zeg maar een beetje ten up lopen te klooien, is dat leuk genoeg om hier drie kwartier te willen zitten? Ja. Ja? Ja. Mooi, dan gaan wij gewoon tussen de nieuwe dingen ontdekken. Dat is misschien een leuk. Veel plezier vandaag. Welkom op de meetup groep, want dan word je ook uitgenodigd voor de volgende meetups die er zijn. We hebben een Facebook groep van Permanent Bed, waar je vragen aan en over Permanent Bed kan stellen. Ik weet het niet meer. Ik vond het leuk. Ja, bedankt voor je komst.